welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag, het is weekend en ik dacht ik neem jullie gezellig mee vandaag. Het is nog ochtend, het is 13 minuten over 9. Ik ga mijn dag beginnen met sporten weer, want ik heb een Zumba les om 10 uur. En ik ben er echt enthousiast over. Ik heb nog nooit Zumba gedaan. Of ja, ik heb nog nooit Zumba gedaan hier waar ik nu heen ga. Maar ik heb jaren geleden, echt letterlijk jaren, echt 4, 5 jaar geleden of zo, heb ik ooit één Zumba les gehad bij een andere sportschool. Maar ik herinner me alleen nog maar dat ik het wel leuk vond, maar verder niet echt mee iets. Dus dit wordt de eerste keer Zumba hier. Dus ik ben er heel enthousiast over en ik heb er echt zin in. Ik heb vandaag ook een housewarming. Ik ga vanavond naar Rotterdam. Dus ik neem jullie gewoon weer vandaag gezellig de hele dag mee. Ik ben dus nu net wakker. Ik heb een knot in, want ik heb olie in mijn haar. Ik heb daarmee geslapen vannacht, want vandaag is haarwasdag. Dus dan is mijn haar lekker weer extra gezond door al de olie. Er zit arganolie in en kokosnootolie. Die mix heb ik gemaakt en in heel mijn haar gedaan. En daar heb ik mee geslapen vannacht. Dus ik ga zo opstaan, klaarmaken. Ik heb al net mijn gezicht gewassen en zo. Aankleden. En dan gaan we zo meteen naar de Zumba les. Ik heb nog wel spierpijn van gisteren. Dus ik hoop dat dat mij niet in de weg gaat zetten. Oh, mijn wekker gaat af. Ik heb letterlijk een wekker staan. Ik was gewoon wakker voor mijn wekker. Ik weet ook niet waarom ik een wekker had gezet. Want ik ben altijd vroeg wakker, maar whatever. Zo nu en dan slaap ik ineens uit. Dus ik zet altijd een wekker gewoon voor het geval dat. Maar goed, we gaan dus vandaag de dag beginnen met Zumba. Ik moet ook even dit opruimen. Dit is schone was. Die moet even in de kast. Ik moet mijn bed opmaken. Al dit drinken hier moet ook worden opgeruimd. Dus ik ga even ook hier een beetje opruimen. Oké, dit is mijn sportset. Allebei van de MKBM collectie van Faya Laurens. Gewoon een zwarte sportlegging. En deze blauwe top. En that's it. En ik heb ook nog dit hemdje die ik er overheen kan aandoen. Die valt een beetje wijd. Dus dat is ook wel fijn. Die neem ik gewoon mee. Dus we zijn klaar om te gaan, jongens. Hier zijn mijn schoenen, drinken, handdoek, etc. Mensen, ik ben klaar met mijn Zumba les. Het was echt leuk. Ik vond het echt leuk. Ik heb niet het gevoel dat ik nou heel moe ben of zo. Maar dat komt ook omdat ik de tandjes allemaal niet wist en zo. En ik dus echt alles heel halve bak heb gedaan. Maar hoe vaker ik ga, hoe beter ik er dus in word. Nou is het 11 uur en ik ga nu gewoon naar huis en mijn eigen klaarmaken voor straks. Mensen, mijn zusje Siham heeft net haar examen gehad voor de auto. En ik ben zo benieuwd of ze het heeft gehaald. Ik zie dat ze nou net voor de deur staan. Dus ik ga gelijk vragen of ze het heeft gehaald of niet. Spannend. Ben je geslaagd? Nee. Ben je gezakt? Ja. Heb je het niet gehaald? Nee, ik heb het niet gehaald. No. Dat was echt zo spannend. Ik ben ook 2 keer gezakt. Maakt niet uit, ik ben ook 3 keer opgegaan. Komt inzicht. Het ging niet zo goed. Nou, had je stress? Ja, paniek. Ook dat, ja. Ik dacht helemaal leuk, straks ben ik geslaagd, dit, dat. Ja, ik kom. Het is tijd voor een beetje schattigheid. Kijk eens wie hier ligt. Hey. Kijk hoe die doet als ik kom. Ik ga stuk. Je bent zo lief. Waarom ben je zo lief? Kijk hem lekker liggen in de zon. Kijk hem lekker chillen. Echt, he is living his best life. Great to see you, bud. It is nice that you should have that experience once in their life. Thank you.
mensen, mijn hele gezichtsmake-up is gedaan. I love it. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb dit lippotloodje op van ABH in de kleur Cool Brown. En deze matte lipstick van Essence. Mijn fave lipstick van Essence. De Hydra Matte Lipstick in de kleur 402. Dit is echt de mooiste bruine nude kleur ever. Dit is echt mijn fave lipstick en super goedkoop. Dus dit is de lip combo. Nu is het tijd voor kleding. Ik heb ook weer een pakket ontvangen van Chiquelle met 4 kledingstukken. En die wil ik jullie ook even gaan laten zien. Ik heb ze al gezien, maar ik heb ze nog niet aangedaan. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe ze gaan staan. Oké, dit heb ik allemaal ontvangen. I can't wait, jongens. Ik hou van Chiquelle. Het is echt een goede webshop met goede kwaliteit kleding. De kwaliteit is echt een stuk beter dan menig andere winkels. Ik heb deze set bij hun besteld. Het is een set, maar het is gewoon los te koop. Het is een broekje en een top. Dit is het broekje. Ik vind het ook heel leuk voor op een bikini. Voor als ik weer wegga. Daarvoor leek het mij heel leuk. En ik vind de kleur heel mooi. Ze hadden hem ook in het wit. Maar ik ben gegaan voor groen. De broek heb ik in maat M. Dit is maat M. Hij voelt echt super zacht aan. Heel erg leuk. En dit is dan de top. Een soort van crop top blouseje. Heel erg leuk. Ook uniek. Ik heb nog niet zo'n crop top blouseje-achtig iets. Is ook niet iets wat ik 1, 2, 3 zou halen. Maar ik vond de set samen met de broekje zo leuk. Dat ik gewoon dacht van ik ga het proberen. En deze heb ik in een maatje S. En dit leek me echt een super duper leuke set. Kijk even dit. Ik vind het dus heel leuk voor op een badpak of zo. Maar gewoon buiten dragen is het ook gewoon heel leuk. En dan misschien de blouse in de broek of op de broek. Je kunt doen wat je wilt. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit gaat staan met mijn figuur. Oké, dit is dan de set. Ik ben een beetje overbelicht. Ik vind de kleur echt heel mooi. Ik zou hem persoonlijk wel alleen maar dragen op een bikini en niet gewoon buiten. Deze top is echt perfect. Die past echt goed. Alleen de broek is een beetje strak naar mijn mening. Het is maat M, maar toch is hij een beetje strak. Ik had hem iets meer wijd gewild, zeg maar. Vooral hier. Hij is best wel strak om mijn heupen heen, maar dat komt omdat ik gewoon echt brede heupen heb. Dus ja, hij zit naar mijn mening op mij iets te strak. Ik had echt maat L moeten doen of zo, denk ik dan, van deze broek. Maar voor de rest vind ik het wel een hele leuke set. En ik zou hem zeker wel dragen. Maar nogmaals, gewoon over een bikini heen op het strand. En dan hou ik gewoon zo dit zo open of zo. En je kunt de blouse niet echt in de broek doen. Want hij is echt best wel hoog. Dus hij gaat niet echt in de broek. Dus je moet hem echt gewoon zo dragen. Maar al met al is het wel echt een hele leuke set. En ga ik hem zeker dragen op vakantie. Dan heb ik hier paars. Ik hou van paars. Dit is echt de leukste top ever, jongens. Het is een beetje zo'n wollige top, zeg maar. Zo is hij van voren. Is hij best wel normaal. Niet echt bijzonder of zo. Deze heb ik in one size. Het is gewoon 1 maat. Hij heeft ook echt super veel stretch. Maar de achterkant is dus heel leuk. Het is hier zo heel mooi gestrikt. En de rug is helemaal zo open hier. En dat vind ik hier heel leuk aan. Heel leuk met een jeans short, een witte broek. Echt super voor de zomer. I love it. Oh my gosh. Dit is echt de leukste top ever. Hij schijnt ook helemaal niet door. Hij is heel dik. Ik heb geen BH aan. En hij schijnt helemaal niet door. Hij is veel leuker dan dat ik had verwacht. En kijk deze achterkant. Hoe leuk. I love it. Het was al gewoon zo gestrikt. Ik heb het gewoon gelaten. Maar je kunt hem strakker doen of minder strak. De achterkant is echt heel leuk, jongens. I love it. Wat een leuke top. Veel leuker dan dat ik had verwacht, eerlijk gezegd. Ik vind hem echt super goed staan. En hij past ook echt helemaal perfect. Ook heel leuk zo met deze zwarte jeans. Dit is echt heel leuk. En dan last but not least, nog meer groen, een broek. Hier ben ik echt het meest benieuwd naar. Want ik heb geen idee hoe dit mij gaat staan. Want het is ook geen stretch stof. Het heeft nul stretch. Dus het moet maar gewoon passen. Ik heb hem in maat M. De kleur is wel heel mooi. Het is een andere kleur dan die andere groene. Kijk, zie je? Deze groene kleur is iets meer fel en deze is iets meer dof, zeg maar. Maar ik ben heel benieuwd of je mij gaat staan en of je ook vooral lang genoeg gaat staan. Want ik vind het niet mooi als mijn halve kont hier onderuit komt. Dus dit is een hele aparte broek en ik dacht leuk met een witte bodysuit of zo. Ook voor de zomer, of course. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Hij is ook heel zacht. Hele aparte stof. Oh my gosh, stop it. Deze broek is leuk. Hij matcht niet echt met de top, maar ik had geen zin om me om te kleden. Hij is ook gewoon echt lang genoeg. Kijk, zoals je kunt zien ook van de achterkant. Hij is leuk. Hij is een tikkietje groot. Maar echt een tikkietje. Maar het is oké. En hij creëert echt heupen. Want hij gaat hier zo wijd. Dus als je geen heupen hebt, gaat dit broekje echt heupen creëren voor jou. Dit is echt heel leuk. Met een witte top of een nude top. Of ook gewoon zo'n groene kleur. Is dit echt heel leuk. Jongens, I like it. Ik vind alleen dit hier een beetje raar zitten of zo. Ik weet niet. Maar I don't really care. Eerlijk gezegd, want ik vind de rest zo leuk. Hij voelt echt zacht aan. Het is echt een hele aparte stof. En je hebt zakken. Kijk dit.
Is ook altijd leuk om te hebben. Ja, dit is echt een leuk broekje. Misschien dat ik die vandaag aandoe. Ik weet niet. Oké, het is tijd om me klaar te maken. Mijn kleding voor het huisfeestje waar ik dus heen ga. Housewarming feestje van mijn vriendin. Ik heb een jurkje die ik gisteren heb binnengekregen van Shein. En hij is heel leuk. En ik wil hem echt heel graag aandoen. Want hij is ook geschikt voor waar ik vanavond heen ga. Maar mijn boobies komen er onderuit. Want hij is zeg maar hier zo open. Dus ik ga proberen mijn boobs vast te tapen met tape. En dan kijken of het lukt. En als het lukt, dan ga ik die aandoen. Ik hoop echt dat het lukt. En anders ga ik die groene short aandoen van Chiquelle van net. Jullie net hebben gezien. En dan met een witte bodysuit of zo. Is ook heel leuk. Maar ik wil zo graag deze jurk aan. Hij is zo mooi, jongens. Ik ga hem jullie laten zien. Ik heb hem al hier opgehangen. Kijk even dit. Oh my gosh. Is dit niet te cute? En hij is hier zo open. Maar achter is hij dus echt helemaal open. Dit gaat wel dicht. Dit is met de rits. Dit valt gewoon tot aan je onderrug. En dan hier is het helemaal open. Maar hiervoor, zeg maar, is het ook zo open. En mijn boobies komen er hier zo een beetje onderuit. Dus ik hoop dat ik het ga kunnen fixen met tape. Want ik vind hem echt zo leuk. En het is vandaag 26 graden. Dus deze is echt geschikt voor vandaag. Voor beide dingen waar ik heen ga. Ja, ik hoop dat het gaat passen, jongens. Ik wens me succes. Maar het maakt niet uit. Anders doe ik gewoon die groene short aan. Ik zal ook een linkje van deze dress beneden in de beschrijving plaatsen. Als het goed is, heb ik tape. Die heb ik ooit gekocht. Nooit gebruikt. Hij is dus nog echt helemaal dicht. Want ik heb hem dus nooit gebruikt. Oké, dit is de tape. En dan ga ik proberen om ze zo omhoog te houden, jongens. Dit wordt mijn avontuur. Ik ben echt upset, want dit gaat niet werken. Mijn boobs komen gewoon de hele tijd hier zo onderuit. En hier is de tape. Maar deze outfit is zo cute. Jongens, kijk even dit. Hoe leuk. Dit is echt de leukste outfit ever. Maar had ik maar gewoon cup A of zo, dan was hij echt perfect geweest. Maar dit moet echt een beetje omlaag, zeg maar. Dit gaat heel te omhoog. Kijk, hier is gewoon die tape. Dat had dus echt geen nut. Ik wil het echt aan. Ik ga het nog steeds forceren. Mensen, het is gelukt. En jullie gaan nooit geloven hoe nadat ik die tape heb gebruikt. Plak BH's, geen BH's. Alles heb geprobeerd. Wilde het gewoon niet lukken. Je bleef mijn BH's steeds hier zien. Dus ik heb mijn moeder gevraagd of ze het gewoon dicht kon maken. En dat heeft ze gedaan. Ze heeft het nou hier gewoon helemaal letterlijk dicht genaaid. En nou is het gewoon helemaal goed. I love it. Oeh, ik ben echt blij dat ik hem aan kan. Want ik wilde hem echt heel graag aan. Dus I'm ready to go. Ik ben weer op zoek naar drinken en snacks. Oeh, ik heb snacks gevonden. Morgen kunnen we uit een binnentuintje afkomen. Ik wil een videootje maken. Oh nee. Een videootje maken. Nou mensen, het was super gezellig. Nou ben ik in de auto. Mijn andere twee vriendinnen zijn al achter mij onderweg naar mijn auto toe. En dan gaan we naar Rotterdam drankjes doen, chillen en gewoon genieten van de zon. En ik ben nog steeds zo blij met deze outfit. I love it. Dus nou gaan we met z'n allen naar Rotterdam. Is het meer? Kom maar in mijn vlog, schat. Kom maar. We zijn gezellig wat gaan drinken. Mede avond. Eentje daar, ik wil niet in beeld. Nee, dat is gelijk.